Jongens, wat is er gebeurd in de strijd met Isaac? Kareb, Arjan? Hij is er vandoor gegaan. Arjan heeft hem weggetoofd, maar ik was de strijd al willen verlaten voordat ik het had kunnen zien. Wat heeft zich verder afgespeeld daar? Ik wil meer weten. Hij is ontsnapt. Dat was niet het plan, mijn heer. We hebben een spreuk op hem uitgesproken. En die spreuk was enorm krachtig, maar er was iets in hem wat tegenwerkte. Ik heb hem kunnen verwonden. Ik heb hem in ieder geval kunnen verbannen naar een andere plek. En ik vermoed dat hij in Elementals beland is. Maar je weet... Jullie halen de kwaad in mij naar boven. Ik heb jullie een opdracht gegeven en toch falen jullie ermee. Wat is dit, mannen? Dit kan niet. Kareb, Arjan. Ongelooflijk, jongens. Jullie allebei. Kareb, ik wil voorlopig niks meer van je weten. Ik hoor allemaal verhalen en ik weet niet meer wat waar is. Weg, Kareb. Totdat ik jou ook weer erbij haal. Wegwezen jij. Helios! Arjan, volgens mij hoor ik dat wij geroepen worden. En wat wilt u dat ik doe, koning? Moet ik ook vertrekken? Nee, jij blijft bij mij. Ik wil dat jij sowieso nu het verleden van Kareb gaat uitzoeken. Sowieso. Dat is geen probleem. Worden wij dan net aangeroepen? Ik hoorde Helios geroepen worden. Zou dat het Platos weer zijn? Helios! Ja, dat is sowieso Platos. Arjan, wij gaan daarheen. Helios! Wat moet je van me? Oh, wow. Dit is nou al de derde keer dat ik jou hoor schreeuwen. Wat moet je van me? Volgens onze oude voorvader heeft het echt duizenden jaar geduurd voordat wij hier een offer hebben gebracht. Dus hier zijn we. Is dat alweer 1000 jaar? Ja, 1000 jaar, zoiets ja. Het lijkt voor mij de dag als gisteren. Dus wat moet je nou weer van me? Weer een offer? Ja, hier hebben we brood en we hebben appels en we hebben ook een cake. En mijn prins Conan die heeft ook nog... Ik heb hier een carrot en ik heb 10 aardappels. En ik heb hier ook nog 5 rotten flesh. Huh? Rotten flesh? Hou die rommel bij je! Ik hoef die rommel niet, wat denk je wel niet dat ik ben? Denk je wel dat ik wat met die rotten flesh van je kan? Nee, het spijt me. Heb je nog verder wat te melden? Dat dit ons offer is en of u het aan wil nemen en ja, of het goed is of... Arjan, wat zeg je daarvan? Mijn koning, misschien... Misschien moeten we ze wat in ruil voor het eten geven. In ruil voor het eten? In ruil voor het offer. Wat bedoelt u? Misschien moeten wij ze vertellen van die anderen. Die anderen. Zijn er nog anderen? Arjan, ga vertel. Er zijn anderen. Zijn er... Niet hier, maar ergens anders. Zijn er nog overlevenden van Blathos? Er is meer. Ik kan het niet meer zeggen dan dit, maar er is meer dan alleen Platos. Wauw, we hebben er al een paar gevonden, maar er zijn dus nog meer inwoners. Jullie horizon is breder dan jullie zelf hadden gedacht. Bedankt voor het offer, wij keren ons terug. Ja, dank u voor de informatie. En ik geloof dat ik een beetje verward ben. Jullie bedankt en een fijne middag verder. Wauw, Colin, ik... Ik ben flabbergasted. Zo, we zijn die rollen van de voedsel kwijt. We hadden er helemaal niks aan. Maar voel jij je ook zo raar vandaag? Jazeker, mijn koning. Maar dat had helemaal niks met Platos te maken. Er is vandaag ergens in de wereld in de oude talen gesproken. Ik heb het gemerkt. Niemand heeft mijn naam genoemd.